Ja, die moest ik dus aan u geven. Rijka, even niet. Nu even niet. Klaar. Even aandacht, klaar. Nee, klaar. Het gaat wel steeds beter, hè, met haar, hè? Qua vacht ook, zie ik. Kom maar met haar. Hé, meisje. Ik wil maar op schoot, wil maar op schoot. Hé, je. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Ja, het is vandaag alweer zaterdag 10 oktober 2020. En mijn naam is Karin Stammel van de Werf. Dat daar is mijn man, dat is Roderick Stammel van de Werf. Helemaal goed. Ja, we zijn al een tijd wakker, maar niet uit bed kunnen komen. Of willen komen, hoe ik het maar wil noemen. Het is 3 uur en we gaan lekker zometeen weer om 4 uur naar Den Helder. Dus ik wens jullie heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. En morgen plak ik hem er gewoon lekker aan vast. Dus, doodles! Moet je haar eens lekker zien liggen dan. Gewoon van, zoek het uit, ik ben het even helemaal zat. En jij ligt lekker met haar, ook gezellig. En jij ligt daar, ook goed. En jij bent lekker aan het eten, hè meneer? Ja, joepie, je bent lekker aan het eten. Koekoek! Hou voor jou! Ja, ik wel! Ja, lekker in de auto, weer lekker naar mijn hulp. En waar zijn we nu? En bij het eerste dorpje. Bijna wel. Ja. Dat is, kan ik het dus hier aan zien. Kijk, deze. Daar zie ik het aan. En wat hebben we dan voor ons? Ja, daar hebben we molen. Ja, kijk. En dat zien wij dus. Dat is handig, toch? Mm. Ja, dat is heel handig. Ja, dan hoef ik ook even mijn camera niet te stoppen en weer om te draaien. Mm. Ik weet niet wat ik heb gefilmd nu, maar oké, okay, jammer dan. Het zal wel leuk zijn. Het zal wel inderdaad leuk zijn, wat Rob ook zegt. Dus ja, we zijn dus nu bij de burger. Vlotbrug. Ja. Heel vlot. Heel vlot en heel veel bruggen. Ja, en we hebben hier... Hey, hij heeft zijn ding aangezet even als achteruit. Je gaat weer wat meer zien. Zien we ook wat meer zetten. Ja, dat is handig. Ja, deze auto voor ons, en dat is dezelfde merk als wij hebben. De broer. De broer of de zusje ervan. Maar zoals wat je daar kan zien, ja, het is daar mooi helder, maar... Daar niet. Nee, daar niet. Maar hij heeft zijn achterraam dingen aangezet. Kijk uit. Dit is een sneaky. Niemand erin, zo, oké. Okay. Maar alsnog, je weet het niet, want het is wel een sneaky manier om daar een auto neer te zetten qua flits of zo. En slim daar om daar je auto neer te zetten. Ja, handig dat. Dus ja. Vooral als je uit de bocht gevlogen bent. Ja, vooral als je inderdaad uit de bocht bent gevlogen. Of je hebt pech, ja, dan kun je hem ook daar neerzetten. Waarom doe jij nu zo langzaam? Oh, om dan... Ik ben aan het oproepen. Ja, wat doe jij? Kijk. Handig. Ja. Nee, we gaan dus nu eventjes naar mama toe. Want ik heb een cadeautje achter. Ja, die moest ik al even afgeven voor mezelf. Maar ik heb dus tegen mama gezegd. Dat was eergisteren. Ja. Eergisteren heb ik dus tegen mama gezegd. Van mam, ik heb een cadeautje. Want die heb ik van iemand gekregen. Ik ken diegene niet. En u ook niet. Maar het kijkt wel uw volks. Nou, ze was al helemaal blij. Grappig. Maar ja, ik kijk haar vlogs ook. Maar ja, ik heb het dus gekocht en diegene heeft het ingepakt. Dus ja, heb ik toch een cadeautje van even iemand anders gekregen? Ja, toch? Ja. Slim nadenken heet dat. Toch? Ja. Ja, precies. En we hebben nou alweer dorpje 2. Gaat snel. Ja, gaat snel. We zien wat en door die achteruit heen. Dat is lekker.
heerlijk. Autootjes. Ja. En wat het nou aan het wapperen is aan deze kant, weet ik niet, maar... Volgens mij niet, nee. Maar ja, dat komt wel weer goed. Kijk, dit zien wij dus. Mooie lucht eigenlijk zo, hè? Wow. Heb ik van die lange ruimte? Niet die handig niet. Dat is heel mooi, ja. Dat is heel mooi. Ja, dat is heel mooi. En dan hebben we het dus nu dorpje 2 alweer. We rijden in de file. Zou Ro altijd zeggen. En dan hebben we mevrouw achter ons die je net inhaalde. Ambulance. Ja, er zit iemand, ligt iemand achterin. Want anders zou je ook niet alleen rijden bij het stuur. Vast wel. Als je partner moe is gekomen. Er zit Maartens Vlotbrug. Je partner nou moe is, maar je lekker achterin gaan liggen dan. Of slapen. Ja, bijna wel. Zit Maarten, de koeien bestaat. De meisjes hebben rokjes aan. Daar komt Zit Martien, dat is weer aan. Martin is daar weer. En wie zit Maarten? Zit Martin. Ja, dat is inderdaad Mipia die jij inhaalde, ja. Handig. Er is een mooi huisje geworden trouwens aan de overkant. Heel mooi huisje. Zo zie je maar weer, hè. Jo. Kom je erop? Hoe kom je er vanaf? Ja, goeie vraag. Dus joh. Dat is handig. 3KRK00, ja. Ja, en toen waren we alweer in de Nelmpeur bij mama, kijk. Doe je hem dicht? Moet ik hem dicht doen? Mooi, top. Kijk, zet maar als je er. Zo, dat is een behoorlijk een, ja. Mooi. Daar. Op die dak daar, een zendmastje. Ja. Dus even kijken of er weer iemand thuis is. Ja, er is iemand thuis. Ja. Wacht je dan nog wel eventjes in met het cadeautje dat ze die uit heeft gepakt? Bij mij thuis bent u altijd welkom. Hey! Hi! Hi! Oh ja! Hi! Hallootjes! Hallootjes! Nou! Roderick! Hou op, mam. Maar mam, ik moest deze aan u geven. Ja. Ja, die moest ik dus aan u geven. Rijka, even niet. Nu even niet. Klaar. Even aandacht, klaar. Nee, klaar. Het gaat wel steeds beter, hè, met haar, hè? Qua vacht ook, zie ik. Kom maar. Kom maar met haar. Hé, meisje. Ze wil maar op schoot, ze wil maar op schoot. Hé, hey, je, gek! Ja, niet zo. Nee, het plakband ook. Ja, ik ga niet meer. Niet? Nee. Dat is mooi. Moet ik zo weer eventjes een foto van je maken, Rijka? En dat eventjes weer op en op de groep zetten.
De messengergroep van de Romeintjes. Hé, hey, Rekka. Jongen, nog een toe. Ja, we kregen die in onze handen. Want het staat niet op van mama. Zou er wel op moeten staan. Waar? Wannam hong. Ja, maar Emma, er zal wel mama op moeten staan. Oh, mama, ja. Ik kreeg die dus in mijn handen. Voor uw moeder. Nou, is goed. Dank je. En maar welke moeder? Want ja, ik heb ook nog een stiefmoeder en een pleegmoeder. Ja, schitterend. Ja, van even die vlogs. Oh, die. Nou, dat is wel een mooi stukje papier. Oh, ben je een beetje gepikeerd? Ga je daar liggen? Ja, zometeen kom je op de foto. Ik heb ook nog een vraag. Ja, zometeen, maar eerst dit. Nee, gewoon schuiven. Juist. Zijn Chinese stokjes. Geen mee eten, als je dat althans kan. Nou, pa. Je panda beestjes. Wat een lief man. En nog meer Chinese stokjes waar je mee eten moet. Is zowel voor linkshandige als rechtshandige mensen. Wat zei je erover? Zowel voor linkshandige als rechtshandige mensen. Nee. Dat is gewoon, hè? Ja, ook voor linkshandige mensen. Ja, dan kan je toch ook hetzelfde. Daarom zeg ik het. Hartstikke leuk. Ben je bij een Chinees geweest of zo? Bij de Chinees? Nee. Nee. We zijn nergens geweest. Ja, in de winkel. Ja, bij de kapper. Dat is het niet. Dit vind ik leuk. Grappig. Leuk en grappig. Ja, ik vind die hoor. Dit is zo schattig. Nou, pa! Het zijn slapende, hoe noem je dat? Liggende. Ja, het is liggen. Wat leuk, hè? Leuk. Wat is dat? Een chocolade. Vertaal jij dat eens? Panda chopsticks, dat. Ja? Dat zijn chopsticks. Eetstokjes. Een panda eetstokjes set. Ja, maar... Hoe moet die panda... In het midden. Nee, liggen, man. Liggen. Nee, want... Oh, zo! Ja, heel goed. Hoe dat? Ja. Ja. Oh, wat grappig. Ja, hoe zie ik dat? Het zit er net al over dat je ze moet kalmen. Nee, nee. Want dan valt het alsnog om. Leggen. Nou, wat leuk. Nou, dus als we gaan Chinees doen, moeten we dat op tafel zetten. Mhm. Mm-hmm. Nou, precies. Dat is leuk. Nou, dankjewel, geefster of gever of geefsters. Ja. Geveres. Geveres. En ik denk dat die geveres vlak voor me zit. Nee. Nee? Toch niet? Nee. Nou, ja. En we waren gewoon aan het shoppen en diegene en die komt met dat ding aan. Kijk, dit is voor uw moeder. En van de vlogs. Nee. Oké. Okay. Leuk, waar is Ewin nou? Die ging even mijn schoot af. Op de... Bus. Festival. Hartstikke leuk. Dankjewel. Toppie. Wij geven hier nog wel lekker knuffels. Hè, schat? Ja hoor, wij wel. Nu nog wel. Dat ik niet meer.
Nee, precies. Nee, dat zijn moeder. Ja, kom eens hier dan, Knuff. Kom eens hier. Kom. Ja, je bent ook lief. Ja, kom hier. En Ewin dan krijgt Ewin niet. Ja, zo. Nee, ja, doei. Dag, schatje patat. Ja, wat denk je zelf? Lekker daar, hè? Om even te ruiken van onderen. Ja, ik weet het. Ik ben nog steeds Karin, hoor. God. Nou, doei. Doei. Later. Doei, doei, doei. Het is koud voor u, denk ik zo. Frisjes. Doei, doei. Zo. Oeh, de baas is lekker aan het spelen hoor. Met ze. Helemaal leuk. Moet eens kijken dan. Leed, ga mee. Kom. Oeh, lekker kontje. Oeh, lekker. Oeh. Wil je even de deur even op de haak doen? En even een lampje aan. Zie ik tenminste even iets meer. Oeh, nee, die gaat op. Die gaat op met dat ding. Die gaat op met dat ding. Doe maar, Leed. Gang op. Lees even op de haak. Dan gaan we even met de toet weg. Thank you.
niet. Rob, alsjeblieft. Jij rijdt, ik niet. Jij... Ik rijd en dan zeg je het is niet goed. Dag Jantje, met je mooie auto. 74 TGTD. Huh? Delft is handig en ik loop achter jou aan. Waar zit je over na te denken? Je kijkt alleen rustig, oké, ja dat is prima. Dat vind ik niet erg hoor. Dat je rustig kijkt, dat vind ik helemaal niet erg. Dat vind ik helemaal prima dat je rustig kijkt.
Hele goedenavond allemaal. Ja. Ik ga deze weekendvlog afsluiten. Vind je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe het duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Laat een leuke reactie achter. Ja, zeer zeker. Dat vind ik onwijs leuk. En delen ook nog. Ja, dus abonneren. Duimpje omhoog. Reageren. Zeer zeker. En delen. Ik ga zo maar even de klok even rond. Dus ik zou zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En zeker tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Een dikke tut op jouw snuit. En tot morgen. Doei doei.